willen lezen uit Lucas 10, vanaf vers 30 tot en met vers 35. Lucas 10, vanaf vers 30 tot en met vers 35. En Jezus antwoordende zeide: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggegaan zijnde, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Tot zover. Met elkaar bidden. Heere almachtige, heilige God in de hemel. U bent de levende, de waarachtige God. Uw ogen doorlopen de ganse aarde en uw ogen zijn ook geslagen op ons. Zoals wij hier tezamen nederzitten rondom uw woord, ziet u ons. Kent u ons? Ja, van verre kent u onze gedachten. En Heere, dat mag ons wel verootmoedigen, want u hebt ons gezien vandaag. U hebt ons gezien deze week, u hebt ons gezien ons hele leven lang. Misschien zit er wel een kind vanavond wat het zegt. O, als de Heere gezien heeft wat ik gedaan heb. Daar word ik bang van. En Heer, het mag ons wel met vrees vervullen. Dat u altijd alles ziet en alles weet, ja. De schuilhoeken van ons hart doorgrondt u. Wie kan dan voor u bestaan, Heer? Dan kunnen we wel naar huis gaan. Dan moeten we het u belijden. Dat wij rechtvaardig verloren zijn. Dat u met ons rechtvaardig kunt doen wat u gedreigd hebt op de overtreding van uw wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Heere, wij hebben het niet gedaan en wij hebben gezondigd en daarom zijn we vervloekt. Daarom zijn we het waardig om weggeworpen te worden. Uw woord zegt het ons waar dan onze plaats is. Die plaats waar het brandt van vuur en van zilver, waar een worm is, die knaagt. Waar het eeuwig zal zijn, had ik maar. O Heere, wij bidden u. Nog 1 avond mest om onze levensboom, nog 1 avond uw woord. Nog 1 avond geduld, Heere. U zegt dat de bijl ligt aan de wortel van de boom, maar we vragen het u vanavond, Heere, nog 1 avond niet afhakken. Nog 1 avond alstublieft niet afhakken. Red ons vanavond, voor het te laat is, Heere. Help ons dan in spreken, Heere, wij kunnen het niet. Wij hebben het niet, wij weten het niet en we durven het niet. Alles in ons zegt vlucht. Maar Heere, onze enige troost en onze enige
Verwachting ligt toch daarin dat u het hebt gezegd dat wij zonder u niets kunnen doen, maar het hoeft ook niet. Ik ben met u, lieden, al de dagen uws levens. Tot aan de volleinding der wereld, en de wereld is nog niet voorbij, Heer. Mogen we u dan aan uw woord houden? Helpt u ons dan vanavond ook? Geeft u kracht? Ook als we voor ons gevoel moeten ingaan tegen de geest van de tijd en tegen alle gedachten en overleggingen van ons hart. Heere, help ons. Doe ons getrouw zijn. Al worden we dan van allen gehaat, mogen we toch nochtans getrouw zijn. Om Jezus wil. Amen. Zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Je zou het zijn in de tempel geweest, in de kerk geweest. Je plichten gedaan. En je gaat de weg naar beneden, naar Jericho. En je valt in de handen van moordenaars. Denk het je eens in dat je daar loopt. Kinderen, dat je daar loopt over die zanderige weg. Alleen. En opeens springen daar uit de bosjes springen een paar mannen. Je ziet hun blik en je denkt, dit is niet goed. En voordat je eigenlijk iets kunt doen, grijpen ze je vast. En ze scheuren de kleren van je lijf. Je staat daar naakt. Wat staat er? Uitgetogen. En daarna geven ze je zware slagen. Ze slaan op je in. Zo hard ze kunnen. En het suist in je hoofd en je zakt in elkaar en je valt bloedend in het zand. Half dood. Niet voor lang, want in het Oosterse land is het heet. Het zand is heet. Het is droog. Dus je ligt daar half dood, maar je weet. 10 minuutjes, kwartiertje, half uur, dan leef ik niet meer. Daar lig je. Je voelt hoe het bloed uit je lijf stroomt en hoe de kracht je vergaat. En je denkt, was er maar iemand die kon helpen? Maar die is er niet. En opeens, je hoort iets. Voetstappen in het zand. Bijgeval. Toevallig. Komt iemand aan. En je heft je hoofd op. Met het beetje kracht wat je nog hebt. En je ziet, het is een priester. Je kon het niet beter treffen. Je zou zeggen, daar komt de dominee. En die helpt mij natuurlijk. Terwijl ik daar lig dood te bloeden. En dan staat er, een zeker priester kwam diezelfde weg af en hem ziende, dus je ligt daar in je bloed en die priester kijkt naar je en je blik vragend, help, misschien kun je het wel uitbrengen, help me alstublieft. En hem ziende, en hij kijkt en het tjonge, zo gewond en hij gaat tegenover hem voorbij. Daar lig je. En nou? Nou ben je ten dode opgeschreven. Niet alleen de laatste kracht vloeit uit je lichaam. Ook je moed is vergaan, je verwachting. Dat er al iemand kwam op die weg en dat het ook nog eens een keer een priester zou zijn die je zou kunnen helpen, had je al niet verwacht. Maar dat er een tweede zal komen, dat kun je niet denken. Maar hoor eens, nog een keer voetstappen. Een leviet. Nou, dat zijn dienstbare mensen. Die zijn in de tempel werkzaam om alles in gereedheid te brengen en alles in Gods huis te laten draaien zoals het moet. Die zal helpen. En je heft je hoofd weer op en je kijkt
Nou, die leviet, en als je dit in de grondtaal van de Bijbel leest, dan staat er eigenlijk die leviet, die struikelt bijna over die man. Dus je komt aanlopen over die weg en struikelt bijna over die man die daar in het zand ligt te bloeden. En? Hij ging tegenover hem voorbij. Nou, je kunt je voorstellen, dan zakt je hoofd in het zand, je doet je ogen dicht en je hoop is vergaan. Verloren. Maar, staat er, een zekere Samaritaan reizende. Hoor weer voetstappen. En je kijkt op en je denkt, zou misschien... Oh nee, een Samaritaan. Nee, daar heb ik geen hulp van te verwachten. Samaritanen zijn vijanden van ons volk. En van een Samaritaan heb ik hooguit nog de laatste schop, de laatste klap te verwachten. Die me dan echt de dood in zal jagen. Een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende. De Samaritaan kijkt ook. In het volgende vers zie je, dan staat er en tot hem gaande. Dus die Samaritaan zag hem al van verre. Zag hem liggen. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Die Samaritaan waarvan hij het niet verwacht had dat hij hem zou helpen. Sterker nog, waar die misschien zelfs wel niet door geholpen wilde worden. Want een rechtgeaarde Jood ging misschien, ja, kunnen we ons niet voorstellen, maar misschien zelfs nog wel liever dood dan geholpen te worden door een Samaritaan. Dat lezen we ook als de Heer Jezus bij die bron zit en hem dorst. Dan vraagt hij aan die vrouw om drinken. En die vrouw is er verbaasd over dat die Jood het daarna vraagt. Ze denkt, wij haten elkaar zo, je hebt nog liever dorst dan dat je drinken aan mij zou vragen. Zo erg was het. Wat doet die Samaritaan? Wordt met innerlijke ontferming bewogen en komt naar je toe lopen en begint je wonden te verbinden. Hij giet er olie in en wijn en dan tilt hij je op zijn rijdier, brengt je in de herberg, verzorgt je daar, geeft je eten, drinken, troost je. De volgende dag zegt hij, ik moet gaan. En hij geeft geld aan die herbergier en zegt, zorg voor deze arme man. Ik betaal. En mocht het te weinig zijn, ik kom terug. En dan betaal ik de rest. En dan reist die Samaritaan. Reist verder. Als je dit leest, hè? Daar krijg ik warme gevoelens bij. Daar krijg ik warme gedachten bij. Want zo liggen u en ik ook. Als verloren in het zand, in het stof van de aarde. Wij zijn geslagen door de Satan, door de moordenaar van de beginnen. Wij zijn ontkleed. De mantel van onze gerechtigheid waarmee wij voor God konden bestaan is van ons lijf gerukt. En we liggen in het zand geslagen. We zijn gestompt en geslagen. Onze schoonheid is verloren. En we liggen daar half dood om ieder ogenblik te kunnen sterven. We liggen daar in de brandende zon van Gods toorn. De hitte van zijn gramschap. En er is geen hoop voor ons. Daar ligt u. De vraag is alleen of u het weet. Misschien zegt u, ja, daar weet ik wel wat van. Dan weet u misschien ook wel dat u daar ligt en dat u op enig moment in uw leven de verwachting hebt gesteld om getroost te worden, om geholpen te worden door een priester, door een dominee. En dat die voorbij ging. Ja, hoe ik er ooit nog zalig worden als die dominee me niet kan helpen. Maar gelukkig was daar een leviet, een diaken of een ouderling of een zendeling op je levenspad gebracht en je dacht, ja, die kan mij wel helpen. En die struikelde misschien wel bijna over je in je ellende. Je werd echt kennelijk op zijn pad gebracht. Het kon niet zo zijn dat die
die je niet gezien heeft. Hij liep bijna je tegen het lijf en hij zag je ellende. Hij zag de dood in je ogen. Hij zag je benauwdheid en je droefenis. Maar hij liep om je heen en ging verder. Sterf maar. Ik ben veel te druk met andere dingen. Maar heb je dan ook meegemaakt dat er nog iemand gekomen is in je leven? Die man, die barmhartige Samaritaan, Christus, waar je het nooit van had verwacht. Die toen hij in je leven kwam en je hem zag, je de moed liet zakken en dacht, hij zal me niet helpen. Hij niet. Heb je ingeleefd dat je, zoals deze man, een hekel had, een haat had tegen de Samaritanen, dat je een haat had tegen Christus, dat je nog liever verloren ging dan dat je zou worden geholpen door deze Christus? Ken je daar wat van? Ken je er wat van dat zijn ogen je belonkt hebben, dat hij je gezien heeft en dat je gevoeld heeft hoe zijn ingewanden hebben gerommeld van barmhartigheid? Dat hij met innerlijke ontferming over je verlorenheid bewogen werd. Ken je daar wat van? Ken je iets van die zalfolie van zijn geest die hij in de wonden van jouw zonde heeft gegoten? Ken je iets van die wijn die hij gegoten heeft in de wonden van je schuld tot genezing, tot afwassing van al je zonden? Heeft hij je opgeraapt van de aarde en heeft hij je in zijn armen genomen? Heeft hij je als de goede herder gedragen op zijn schouder en gebracht in de herberg van zijn kerk? Heeft hij je gebracht in de kerk met een grote K, met een hoofdletter? Heeft hij gezegd tegen de dienaren van zijn kerk, verzorg hem goed, ik ga weg, maar ik kom terug en ik betaal? Is dat gebeurd in je leven en leef je nu na hemelvaart? In het verlangen om hem die je opgeraapt heeft van de vlakte van het veld, uit het stof van de aarde heeft opgetild je, je genezing tot genezing geworden is. Verwacht je hem? Omdat hij gezegd heeft, een tijdje in de herberg, maar ik kom weder tot u en dan zal ik u tot mij nemen. En dan zult u daar zijn waar ik ben, waar u geen last meer zult hebben van al die wonden en al die pijn en al dat verdriet en al die zorg. Ja, zegt u maar, dat is toch apart, want het gaat hier toch over een Samaritaan. De Heer Jezus is toch geen Samaritaan? Nee, maar het is wel een heel mooi beeld. Als je Jesaja 53 leest. Doch wij achten hem dat hij van God geslagen, dat de Joden Christus die op hun levensweg kwam, terwijl zij daar in hun verlorenheid lagen, zij hem niet achten, zij hem verachten, zij hem niet wilden. Wat een les. Wat een diepe schoonheid ligt hierin. Kent u daar iets van? Opgeraapt, zich over je ontfermd, in de herberg gebracht, om straks te worden thuisgehaald. Tot zover iets over het stukje wat we gelezen hebben. Ik heb eigenlijk geen zin om verder te gaan. Ja, dat moet toch maar. Dat gaan we doen, maar we gaan eerst maar een versje zingen. Want dan kunnen we dit... Psalm 75. Vers 1. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Psalm 75 vers 1. Thank you.
De vorige keer hebben we gesproken over de 12 belslagen van Boston. We zijn bezig met de viervoudige staat en hebben we gesproken over die belslagen. En daar kreeg ik van verschillende kanten reacties op. Die hebben mij aan het denken gezet en ook wel aan het worstelen gezet. De een die vroeg aan mij, ja, hoe passen nou die verschillende belslagen in Bunyans christenreis? Dus hoe christen uit de stad Verderf is gebracht tot aan het poortje en door het poortje is gegaan en bij het kruis gebracht heeft. Hoe moeten we dat nou eigenlijk zien? Een ander die zei, nou ja, hoe moet ik dat nou plaatsen dat zo'n tak nou in die stam zit en afgehouden moet worden. En ja, dat zo'n tak eigenlijk helemaal lijdelijk is. Die doet eigenlijk helemaal niks. Is dat nou eigenlijk wel helemaal bijbels? Want ja, de gedachte dat je tot aan de vereniging met Christus lijdelijk bent en dat je eigenlijk zelf niks doet en allemaal alleen maar ondergaat. Ja, hoe verhoudt zich dat dan tot teksten in de Bijbel waar staat dat het God is die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen? Hoe zit dat nou? Weer een ander die zei, ja, maar ja, ik ben gewend dat de bekering wordt uitgelegd aan de hand van het volgende. Ik laat dat even rusten. En ja, hoe verhoudt zich dat dan tot die belslagen? Hoe zit het nou? Het is voor mij verwarrend. Ik begrijp het eigenlijk niet meer. En dan wil ik vanavond u echt vriendelijk vragen, echt oprecht, om echt tot het einde toe te blijven luisteren. Want misschien zeg ik soms dingen die verwarrend zijn, of denk van, nou, dat ben ik niet meer eens. Of dan kan het zijn dat u afhaakt in uw hoofd en dan geeft het mij niet de gelegenheid om het daarna misschien toch duidelijk te maken. Dus dat wil ik van u vragen, om dat te doen. Dat wil ik vooraf gezegd hebben. Waar je achterkomt is dat we in een tijd leven, dat is eigenlijk van de laatste 100 jaar ongeveer, dat we de werking van Gods geest willen we systematiseren, willen we helemaal in kaart brengen. Hoe doet de Heilige Geest dat nou? En dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat zie je als je die 12 belslagen van Boston neemt, dan zie je, ja, als dat de waarheid is, dan loop ik met een ander systeem, loop ik klem. Hoe zit dat nou? Ja, als ik dan Johannes 3 lees, dat de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, als het gaat over de wedergeboorte, de wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. De kanttekeningen zeggen dan, dat is de werkingen van de Heilige Geest, worden we wel gewaar, die ondervinden we wel. Maar hoe dat eraan toe gaat, dat begrijpen we niet. Salomo zegt in Prediker 11, gelijk gij niet weet welke de weg van de wind is, of hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, die het alles maakte. Dus wij weten niet hoe Gods geest werkt. Het is wel te ondervinden, maar niet te bevatten. En toch, als God in je leven werkt, dan krijg je toch de behoefte en de begeerte om dat te vertellen, om daarover te getuigen, om dat woorden te geven. Dus onze vaderen, ook een hele eerbiedwaardige predikant, ook in ons voorgeslacht, hebben gezocht naar woorden om die zaken te kunnen uitleggen, om te kunnen vertellen wat zij ondervonden hebben. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. Het zijn twee moeilijke woorden, maar ik zal ze uitleggen. De eerste is een analogie. Dus dat we zeggen, ik probeer dat uit te leggen aan de hand van bijvoorbeeld een Bijbelse geschiedenis, waarin ik lijnen trek uit die geschiedenis die overeenkomen met wat ik meegemaakt heb. Je kan het ook doen door middel van allegorie. Dan zeg je eigenlijk, die geschiedenis in de Bijbel, die heeft ook echt die betekenis. Nou, we hebben begin van de avond, ik had daar liever eigenlijk in bezig gebleven, maar dat is niet de bedoeling. Maar daar zie je eigenlijk dat we uit een tekstgedeelte lijnen hebben getrokken naar het geestelijke. Heel leerzaam, heel bijzonder, heel rijk.
Terwijl dat daar in principe op die plek daar niet over gaat. Ja, nou raak ik in de war. Nee, want ik heb enigszins bewust, ben ik één tekst later gaan lezen dan de pericoop, dan een stukje in de Bijbel begint, ook ietsje eerder gestopt. Want het gaat namelijk over een gesprek tussen de Heer Jezus en een fariseer. En dan gaat het over de vraag, wie is mijn naaste? En de Heer Jezus geeft deze gelijkenis om die fariseer en ons te leren wie onze naaste is en hoe wij met onze naaste hebben te handelen. Dus als we dat allegoriseren en zeggen, deze gelijkenis over de barmhartige Samaritaan is een beschrijving hoe God werkt, dat is niet waar. Dat is niet zo, want dat gaat over hoe wij om moeten gaan met onze naaste. Een analogie kan wel namelijk dat er lijnen uit te trekken zijn, zoals ik gedaan heb, waarmee we de geschiedenis laten staan zoals die is, en er toch hele geestelijke, wonderlijke, leerzame lessen uit mogen worden getrokken. Dat is niet verkeerd. Dat is bijbels. Dat doet Paulus namelijk ook. Als Paulus spreekt over het volk Israël in de woestijn, dan heeft hij het over de steenrots waar Mozes op moest slaan. En dan komt er water uit de steenrots. En Paulus zegt, en de steenrots is Christus. Dat was toch wel echt een steenrots? Ja, echt een steen. Dus geen allegorie, het was niet Christus. De Rooms-Katholieke Kerk die allegoriseert allemaal, die zegt in het avondmaal ook, het brood is Christus. Nee. Maar er liggen lijnen in. En Paulus zegt dus, die lijn is zo sterk, dat hij het zo stellig durft te zeggen, dat die steenrots is Christus. Nou, dan zie je dat er talloze Bijbelse geschiedenissen zijn, talloze Bijbelse onderwerpen, Bijbelgedeeltes die zich lenen om lijnen uit te trekken. Als je kijkt naar de schepping, als ik Genesis 1 begin te lezen, en ik lees over de schepping, daar word ik helemaal, ja, ik vind de schepping wonderlijk, maar ik vind ook de lijnen eruit ontzettend wonderlijk naar de herschepping. Hoe de geest van God daar zweeft over de wateren, over die ongeformeerde klomp, en hoe hij door zijn werking orde aanbrengt en het allemaal tot aanschijn roept. Dat is een prachtig beeld hoe de Heilige Geest ook in de herschepping, in de bekering werkt. Maar als we het allegoriseren en zeggen, ja, het hele scheppingsverhaal is eigenlijk een bekeringsverhaal, ja, dat zou betekenen dat de hemel en aarde helemaal niet geschapen zijn. Dat het inderdaad uit evolutie is ontstaan. Dus begrijpt u wat ik bedoel? Nou, hetzelfde zou ik kunnen doen met Noach en de ark. Prachtig beeld. De ark is Christus en wie in de ark is, is veilig. Maar het was wel een ark waarmee de Heere in de eerste instantie het geslacht in stand wilde houden, omdat daaruit de Christus geboren moest worden. Nou, ik heb hier nog talloze voorbeelden staan, ik zal ze niet allemaal noemen, maar een aantal hele bekende, bijvoorbeeld het leven van Jacob, Bethel en Pniel. Dan zeggen we, ja, dat zijn hele kernachtige geestelijke zaken. En dan zeggen wij, Jacob beleefde bij Bethel de openbaring van Christus en bij Pniel werd hij met God verzoend. Nou, die lijnen liggen er wel in, dat is ontzaglijk mooie betekenis. Maar of Jacob dat ook echt zo heeft ondervonden, dat weet ik niet. En daar gaan wij ook niet over, want dat staat er niet. Hetzelfde geldt voor het leven van Jozef. Het is een prachtig beeld, het leven van Jozef. Hoe hij door de vernedering is verhoogd tot een zafnat, paanea, tot een behouder des volks. Dat hij het brood mag uitdelen. En dat al degenen die hongerig zijn, door de farao worden verwezen. Naar Jozef heb ik een keertje eerder gezegd. Prachtig, mooi beeld. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het leven van Rut, heel bekend. De hele geschiedenis van Rut, een prachtig beeld. Allemaal mooie lijnen, hoe de Heere ook handelt in het geestelijke. Maar de vraag is natuurlijk of Rut ook echt in die stappen tot bekering is gekomen. Er zijn talloze oudvaders die zeggen nee. Het geloof van Rut bleek bij de grens van Moab dat zij zo koos voor uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk.
Het leven van de discipelen. Jona. Al die verschillende beelden, al die verschillende geschiedenissen kunnen gebruikt worden als een verklaring hoe God werkt. Maar ze mogen niet, je mag geen is gelijk teken zeggen. Dan weet je, de waard, het schuurtje hier stond, zei, je mag niet is gelijk zeggen. Het is gelijk aan. Dat mag niet. Hetzelfde geldt voor gelijkenissen. Het zaad in de akker, of de wijze en de dwaze blauwen, dat ze gefundeerd moeten zijn op de rots. De wijze en de dwaze maagden, de verloren zoon, het visnet, enzovoort. Ja, zegt u maar, het staat op bekeringsgeschiedenis in de Bijbel. Kunnen we die dan niet gebruiken? Kunnen we daar dan niet zeggen, nou, de bekeringsgeschiedenis in de Bijbel, die zijn zo kernachtig, zo helder. Daar kunnen we dan toch er wat één uitnemen die voor ons symbool staat voor hoe Gods geest werkt. Nou, ik kan u verzekeren, als ik dat vanavond zou doen, ik zou zeggen, nou, de bekering van Zacchaeus, de tollenaar, is de bekering. Ja, dan bellen er morgen weer vier mensen die zeggen, nou, oude visser, dat ben ik niet met u eens, want ik heb gelezen van Saulus en dat gaat er heel anders aan toe. Of van Lydia, of de molman, of de stokbewaarder, daar ben ik niet met u eens hoor. En als ik volgende week zou zeggen, nee, maar de Paulus, de Saulus bekering, dat is de absolute bekering zoals de schrift het leert, moet u allemaal precies zo. Ja, dan belt er volgende week iemand die zegt, nou, nee, dat geloof ik niet hoor, want ik heb gelezen. Nou, zit in de boom, wordt uitgeroepen en de Heer Jezus eet met hem. Nou, dat is veel sneller gegaan. Dus, zo. Ik heb al eindeloze gesprekken daarover gehad in mijn leven. Dus misschien is dat voor u nieuw, maar voor mij is dat een hele worsteling geweest. En ik help u in 1 uur daar misschien een beetje vanaf. Dat wordt moeilijk. Je kunt niet zeggen dat een bepaalde Bijbelse geschiedenis, een bepaalde gelijkenis, een bepaalde bekeringsgeschiedenis symbool staat voor de bekering zoals die A tot Z moet zijn. Dat kunt u wel willen, dat is ook heel comfortabel om dat te geloven, maar dat gaat niet, want dan loop je altijd vast in de schrift. En zeker als je oudvaders gaat lezen, dan kom je helemaal niet meer uit. Echt niet. Daarom zeg ik het maar. Nou, zegt u maar, dat begrijp ik wel, maar ik heb eigenlijk wel andere analogieën, andere boeken die voor mij heel helder zijn. Hè? Bijvoorbeeld Bunyan's Christenreis is voor mij absoluut een maatstaf. Zo bekeert God een mens. Ik heb het meegemaakt, er komt iemand naar me toe en die zegt, ja, dat is ook een Christenreis en dat gaat veel makkelijker. Dus wat moet ik dan zeggen? Ja, nee, maar die klopt niet en die andere wel. Of de Heilige Oorlog dan misschien. Ja, nee, dat heb ik gelezen, dat is echt hoe God het doet. Bij ons in de kerk geloven we dat het zo gaat. Ja, nou ja, dat is weer anders dan bij Christinnenreis. Dus dat gaat niet. Dan komt u in een eindeloze zoektocht terecht en chaos. Nou, er zit een ander. Ik ken ook mensen die zeggen, nee, die 12 belslagen van Boston, hè, vorige week. Echt, dat is fundamenteel. Zo doet de Heer het. Ja. Kan, kunt u voor kiezen, maar dan, ja. Hoe is Lydia dan met 12 welslagen afgehouden en ingeënt? Dat gaat toch niet? Nog niet afhaken, hè? Want straks ga ik zeggen hoe ik geloof dat wel is. Dus niet denk dat ik alleen maar zeg dat het niet is. Maar dan wil ik wel dat u dit meemaakt, proberen. Je ziet ook in de kerkgeschiedenis dat er op enig moment in de nadere reformatie theologen zijn gekomen die gingen Bijbels, maar ook filosofisch onderzoeken van hoe kunnen we nou de werking van Gods geest nou verwoorden, benoemen? Nou, bijvoorbeeld Alexander Comber, hier staat een hele bekende van. Die was en theoloog en filosoof en die ging onderzoek doen. En die ging dat proberen te verwoorden en uit te leggen aan de hand van bijvoorbeeld een embryo. Dus een klein babytje, een zaadje. Dus God begint te werken, plant in uw hart een zaadje in. En dat zaadje is natuurlijk al kind. Al is het nog zo klein, is het al kind. Sterker nog, dat zaadje heeft eigenlijk al een vader natuurlijk. Nou, en dat wordt helemaal uitgekristalliseerd. En uiteindelijk, onderaan de streep, doet zich dan de vraag op. Nou, wanneer ben ik dan bekeerd? Moet ik dat dan wel weten, niet weten? Hoe groot moet het kindje zijn om echt al kind te zijn? Hij durft denk ik niet naar de wc. Dus dat is allemaal verwarrend. En ik wil er dit van gezegd hebben, dat is echt mijn diepe, oprechte zorg. Kijk,
In tijden dat de Heilige Geest krachtig werkt, dan komen er veel mensen tot bekering. En dan komt er vanuit die levendigheid, wordt er gesproken over hoe de Heer werkt. Er worden allerlei verschillende voorbeelden bij gebruikt. En dat is prachtig. En daar moet je niks aan afdoen. Maar als dan de verharding daarna optreedt en steeds meer van Gods kinderen sterven en steeds minder mensen komen tot bekering, dan houden we de vorm over. En dan zeggen we, ja, maar ik heb een kind van God gekend en die zei het altijd zo. En dat gaan we dan verabsoluteren, noem je dat. Dat gaan we dan eigenlijk verheffen tot het, oh, dat is het dan, voor mij. Maar de vraag die dan gesteld moet worden is dat absolute verwoording van die bekering, is die universeel? Kan ik daarmee naar China toe gaan en aan een Chinees die tot waarachtige bekering is gekomen vragen, heeft u dat zo meegemaakt? En die Chinees, nee. Ik heb ook geen idee waar u het over heeft. Ik heb geen idee. Dat is niet universeel, dat is wel mooi, maar dat is niet universeel. Dat is niet overal in de wereld op die manier hetzelfde. Wat gebeurt er daarna? Dan worden er nog wel mensen bekeerd. En dan gaan die mensen weer vertellen op hun manier hoe ze het hebben ondervonden. Maar als dat dan niet overeenkomt met de manier die u dan heeft verabsoluteerd tot de ware manier, dan wordt die persoon, die wordt dan aan de kant gezet. Want die kent het niet, want die zegt het niet zo. Ziet u wat ik bedoel? Dus eerst is er het wezen, de bevinding. Daar worden woorden aangegeven. Dan gaat de bevinding gaat verdwijnen. Blijven de woorden over en die woorden worden de toetssteen voor alle volgende mensen die tot bekering komen. Of u begrijpt, weet ik niet. En of u dat die gedachtegang helemaal kunt volgen, weet ik ook niet. Maar het is levensgevaarlijk. En wat we dan heel vaak zien, is dat mensen uiteindelijk dus een beeld hebben voor zichzelf. Van zo doet de Heer het. En dat wordt dan het model, het frame wat op de schrift gelegd wordt. En dan moeten we de schrift uitleggen aan de hand van dat model. Dus dan wordt eigenlijk elke preek ongeveer hetzelfde. Namelijk de beschrijving hoe God het doet aan de hand van dat model. Dan wordt het helemaal absoluut. En daar komen natuurlijk allemaal mensen tegenop en zeggen, nee, maar dat kan niet. Dat is één chaos van verwarring. Het eerste wat ik erover wil zeggen. Als iemand tot bekering komt en hij probeert dat te verwoorden, hoe hij dat heeft ondervonden, is dat vaak in de zin van analogieën. Ook in mijn eigen leven heeft de Heer in de weg de bekering verschillende Bijbelse geschiedenissen, die heb ik als het ware doorleefd. De moordenaar aan het kruis, zo heb ik dat ondervonden, dat ik moest uitroepen, wij toch rechtvaardiglijk. Doch deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En toen ik aan het einde gekomen was, hebben die woorden geklonken, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar ik heb in diezelfde periode moeten doorleven wat het is. Geloof alleenlijk als je denkt dat Christus zich naar je toe wendt en zich met jou bezighoudt en hij keert zijn rug naar je toe, want hij gaat voor een ander zorgen. En ik dat. En ik dan. En dat Heer Jezus dan zegt, geloof alleenlijk. Zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen, maar het gaat er maar om. Moet dat één geschiedenis zijn? Of mag dat meer zijn? Nou, altijd gaat een analogie mank. Altijd. U kunt niet één Bijbelse geschiedenis nemen en die vergeestelijke en die klopt dan. Denk bijvoorbeeld aan Noach en de ark. Prachtig beeld, hè? Hoe het oordeel komt, hoe de ark gebouwd wordt, hoe de ark Christus is en die in Christus is, die is veilig. En dan komen de golven en al die mensen die sterven, maar wie in Christus is, is veilig. Maar dan is er een kind en die zegt, nou, de volgende keer belt hij me op en zegt, ik heb de Bijbel nog eens gelezen, want u zegt dat wel, maar ik heb gelezen, er zit nog een man in die ark, dat is Gam. Hoe kun je nou in de ark zijn, in Christus zijn en Gam zijn? Vervloekt zijn, dat kan toch niet? Dus dan ziet u, die analogie die gaat mank. Hij is mooi, hij is prachtig, maar hij gaat wel mank. Dat geeft ook niks, als hij maar niet voor u het absolute beeld wordt, hoe het moet zijn. Ik ga er
een paar flinke stappen nemen. Wat ik gedaan heb, is geprobeerd om aan de hand van een aantal preken die ik heb opgezocht van predikanten. En dan begin ik bij Luther, hè, dus 1480 zeg maar. En daarna dan wil ik daar wat zeggen over, proberen over Erskine, de Ralph Erskine. Die leefde in 1685, dus 200 jaar later. Daarna zou ik wat willen laten horen. Dat is misschien wel krap worden met de tijd, maar we moeten volgende keer verder gaan. Van Theodorus van der Groe. Ze leefde in 1700, dus ietsje later weer dan Erskine. En tenslotte iets willen laten horen van Kolbrugge. Leefde in 1800. Ja, dus dat is vrij kort geleden. En wat daarin opmerkelijk is, dat ze eigenlijk als het gaat over de bevinding, dus hoe bekeert God nou een mens, wat wordt ondervonden, dan vind je in al die eeuwen eigenlijk precies hetzelfde. En dat zou ik graag willen, want dat is ook noodzakelijk om door te kunnen gaan met die lezingen. Als u scherp krijgt wat is fundamenteel, wat is alle eeuwen lang door Gods kinderen geleerd en ondervonden. En wat is iets wat wij er zelf aan toegevoegd hebben, wat ook mooi is, maar wat wel in alle tijden anders is. Begrijpt u dat? Dus, een deel van de verwoordingen zijn prachtig, maar zijn tijdgebonden, cultuurgebonden, woonplaatsgebonden, net afhankelijk wel predikanten, die verwoorden weer op iets andere manier. Maar er zijn kernzaken, wezenlijkheden, die alle eeuwenlang hetzelfde zijn. Als we het daarover eens kunnen zijn, dan denk ik dat we elkaar dan verder kunnen verdragen. Dat is dan, denk ik, geen strijdpunt. Als we naar Luther luisteren, dan zegt hij het volgende over bekering. Dus wat doet God als hij een mens bekeert? Dan zegt hij als eerste, het is duidelijk dat u moet weten dat u niet alleen zonden, gruwelijke, hemeltergende zonden hebt, maar dat u in uw hele wezen zondig bent. Dus Luther zegt, het eerste wat eigenlijk, wat denk ik voor mij wereldwijd door alle mensen die tot bekering komen geleerd wordt, is dat ze niet alleen zonden doen, maar zondaar zijn in hun hele wezen. Het tweede, dat u de hoop op zelfbehoud, de hoop om door enig werk van uw zonden verlost te worden, moet opgeven. Dus het tweede wat de Heer doet, bij alle mensen die tot bekering brengt, dat ze de moed leren opgeven om het zelf te doen. Het derde, u moet geloven dat u uit de duivel de vader der leugenen bent, dus God brengt al zijn uitverkorenen terug in het paradijs om ze daar te leren, te laten zien dat zij uit de vader der leugenen afkomstig zijn, de duivel. U moet ervan overtuigd zijn dat het met u voor het gericht van God zo gesteld is als met een die als gevolg van een faillissement hopeloos is. Een mens leert failliet te gaan. Te wanhopen aan alles van zichzelf. Hij zegt, en dan moeten mensen leren dat er geen herstel mogelijk is. Tenzij, dat is het tweede wat Gods geest dan in de uitverkorenen werkt, tenzij zich een ander aandient. En u hoort de lijnen van de catechismus heel mooi. Hè? Is er dan een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Tenzij zich een ander aandient om u te redden, om uw schulden te betalen, om uw verloren zaak weer in de vorige staat terug te brengen. Dus dat is één. Dus Luther zegt, God openbaart dat je zonde doet, dadelijke zonde, dat je zondaar bent in heel je wezen, dat je afkomst uit de vader der leugenen is en dat het totaal een hopeloze zaak met u is. U bent failliet en u kunt nooit meer betalen tenzij iemand anders betaalt. Het tweede wat God dan doet is, nu openbaart God dat in de hemel alles hersteld is. Voor allen die weten en bekennen dat zij alles verloren hebben. Dus in de totale verlorenheid, dat maakt een Chinees mee en een Afrikaan mee, Amsterdammer en waar u vandaan komt, die wordt in zijn totale verlorenheid gezet door Gods geest, om daarna geopenbaard te krijgen dat er in Christus een volkomen zaligheid is aangebracht.
Zo iemand leert volgens Luther dat dit komt omdat Christus zich vrijwillig in uw hopeloze toestand heeft begeven. De straf heeft gedragen die u zich door moedwillige ongehoorzaamheid op de hals gehaald hebt. Dus u krijgt kennis aan dat er een weg is buiten uzelf. En daar wordt dan, die kennis wordt vermeerderd in de zin omdat u gaat zien dat Christus het is die de straf gedragen heeft. Hoe hij die gerechtigheid heeft aangebracht. Dan worden uw ogen ervoor geopend dat de Vader in de hemel geen welbehagen meer heeft in u. In uw hopeloze toestand. Maar dat hij een welbehagen heeft in de losprijs van zijn Zoon. Dan wordt u bekendgemaakt dat hij deze losprijs van zijn bloed voor u vergoot. Terwijl u in uw stamvader Adam onrein was en onder de last van de eeuwige toorn van God moest vergaan. U wordt door Gods geest gereinigd van alle dodelijke inbeeldingen, alsof u toch nog op een of andere manier iets zou kunnen doen. En dan werpt u zich door een geschonken of toevluchtnemend geloof in al uw nood op het altaar Christus. Kom ik om. Word ik weggeworpen, maar hier ben ik in mijn totale verlorenheid, in mijn totale schuldigheid, hopeloos. Hier ben ik, kom ik om. En dan ontvangt u de gerechtigheid en heiligheid van hem om niet. Dat zegt Luther. Dat is universeel. Over de hele wereld. Laten we luisteren naar Ralph Erskine. 200 jaar later. Hetzelfde patroon. Iets andere woorden. Hetzelfde patroon. Indien God ooit in u het goede werk begonnen is, heeft hij de stofhoop van uw natuurlijke staat ontdekt en uw geweten wakker geschud door een gezicht en gevoel van uw zonde. Dat is één. Dus, Gods geest die schudt ons wakker in onze totale verlorenheid en laat ons onze zondigheid zien. Dan heeft God het mes van de overtuiging in uw vlees doen ingaan en u doen zien dat u in uw natuur staat tegen God in opstand bent. Ziet u, wordt u teruggeleid naar het paradijs. Luther zegt, omdat u uit de vader der leugenen bent. Erskine zegt, omdat u een opstandeling bent. Hij vervult uw ziel met smart en droefheid over uw zonde, waarmee u de duivel behaagt en God onteert. Dan ontdekt de Heilige Geest u aan de grootheid van uw zonde en dat u de gehele wet hebt overtreden. En dat uw overtreding van de wet betekent dat u een vijand van God bent en dat u hem met uw zonde in zijn aangezicht spuugt. Erskine zegt, dan staart God u in uw aangezicht en hij maakt uw onheilige ziel beschaamd. En dan, nou wordt het zo wonderlijk prachtig, vind ik echt. En dan zegt Erskine, dan wordt u zo ver vernederd dat u de gehele beschuldiging van God en van zijn heilige wet die tegen u ingebracht wordt aanvaardt. God en de wet beschuldigen u dat u het verdient om vernield te worden. En u aanvaardt de beschuldiging en eigent het vonnis toe. Wanneer God uw ziel vernedert, dan aanvaardt u alles waarvan God u beschuldigt en u zegt, ik ben die man, ik ben dat monster, ik ben die duivel, ik heb het gedaan. Wij zouden in onze taal zeggen, een ziel wordt het met Gods recht eens. Hij omhelst het vonnis. Hij billijkt wat God over hem uitspreekt. Dan vernedert God u en laat u zien dat u het geloof mist. We hebben misschien in de preek wel eens gehoord, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En de geest laat je zien dat je dat geloof niet hebt. En dat u zonder geloof verloren bent. En dat u onmogelijk kunt geloven. Dat u, net zo goed als dat u geen wereld kunt scheppen.
Dan vernedert God de ziel, zodat hij alle verwachting van de wet opgeeft en al zijn eigen gerechtigheid laat varen. Zodat hij geen verwachting meer heeft dat God hem nog om iets zou kunnen aannemen. Dan, nu komt het kantelpunt, dus het is de vernedering, de totale verdorvenheid, de totale hopeloosheid, de totale onmogelijkheid, zelfs om het evangelie aan te nemen, want ik heb geen geloof. En dan leert God u dat niets dan het bloed en de gerechtigheid van Christus u kan zalig maken en van de zonde verlossen. Dus u krijgt zicht op de mogelijkheid van zalig worden in Christus, in het bloed en de gerechtigheid van hem. En zo wordt uw ziel vernederd zover dat u God vrij verklaart en rechtvaardigt, al zou hij u verdoemen. Dan roept uw vernederde ziel uit: o dood en verdoemenis zijn het loon wat mijn zonden verdienen. En als God mij naar de hel zou zenden, is hij rechtvaardig. Maar, zegt Askina, en dat vind ik, dat is ontroerend mooi. Hij zegt, maar als God dat zou doen, dan zou ik zijn rechtvaardigheid prediken in de hel. En dan zou ik daar verkondigen dat God nog nooit onrecht heeft gedaan. In één woord, Askina. Uw ziel wordt zo ver vernederd dat zij ziet dat als zij ooit genade bij God zal vinden en God ooit zo diep zal afdalen tot uw vuile hart, dat dit dan zuivere, vrije genade moet zijn. O, zegt de ziel, als God zich niet over mij ontfermt en mij niet zalig maakt, is hij rechtvaardig en recht. Als hij zich over mij ontfermt, zal ik hem tot in alle eeuwigheid groot maken. Welnu, aan zulk een ziel ontwaakt, gewond, vernederd, tot in de wanhoop van verlossing in zichzelf gebracht, ontfermt zich de Heere en openbaart zijn zoon in haar. En hier, door die openbaring van God, van zijn lieve zoon, ontdekt de ziel de heerlijkheid van Christus' persoon en gerechtigheid, die het fundament is waarop de hele ziel krachtig en lieflijk en onwederstandelijk wordt overgehaald om zich met dit fundament te verenigen. Hier zie je dus heel mooi wat Paulus zegt. Daar is het God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want God openbaart niet alleen zijn lieve zoon, hij schenkt ook het geloof om deze geschonken zaligmaker te kunnen aannemen. Dat zegt hij ook. De Geest des Heren openbaart het fundament en geeft de heerlijkheid van Christus te zien. En hier werkt God op hetzelfde ogenblik het geloof, waardoor uw ziel een welbehagen neemt in de heerlijke vinding van oneindige wijsheid en Christus tot uw persoonlijke zaligmaker aanneemt. Gelovig toestemmend dat God waarachtig is. Dus wat doet God? Overtuigd van zonde, dadelijke zonde, van onze zondige natuur en onze hele zondige aard, van onze vijandige afkomst, dat wij uit het vader der leugen, uit de duivel afkomstig zijn, dat het van onze kant totaal onmogelijk is om ooit nog zalig te worden, daar leren we aan wanhoop. Dat Gods recht voldoening eist. En als wij niet betalen, dat we dan verloren gaan. Daar wordt de ziel het mee eens gemaakt. Het is goed wat u doet. Lees Psalm 51 maar. En waar een ziel het daarmee eens mag worden, openbaart God de Vader zijn Zoon. En hij schenkt het geloof om die geopenbaarde en daarna geschonken Zoon te kunnen aannemen tot je persoonlijke zalig maken. ...200 jaar na Luther, toch universeel, toch hetzelfde, komt toch in het wezen op hetzelfde neer. Van de Groen,
1705 tot 1785 leefde in een poosje later. Hij zegt, het is nog wat kortere stuk hoor, dus niet allemaal zo lang. De gebondenen van Sion worden hier in de tijd door de krachtige prediking van het goddelijke woord en door de toepassing van de Heilige Geest uit hun diepe doodslaap wakker geschud. Dus dat is één. Dan vinden zij zichzelf jammerlijk gebonden liggend zonder God en zonder Christus in de wereld. En dan beginnen zij hun geestelijke ellende met grote smart en benauwdheid te voelen. Dan worden ze zeer beangst en verschrikt voor Gods toorn, voor de vloek van de wet, voor de Satan, voor de dood en voor de hel. En dan gaat hun zonder schuld drukken. Dan beginnen zij dag en nacht jammerlijk te zuchten en te schreien en te wenen en uit te roepen. Ik ben gezonken in grondeloze modder. Ik ben vermoeid. Mijn ogen zijn bezweken. Dan weten ze geen raad. Dan zien ze zichzelf ten eenenmale totaal verloren. En dan stemmen zij het toe dat het met hun verlossing geheel buiten hoop is. Zie, weer buiten hoop. Nochtans wil de Heer Jezus hen dan zelf met zijn eigen almachtige en ontfermende genadehand uit die verschrikkelijke kuil en afgrond der ellende verlossen. En dat doet hij in de tijd der minnen. Als hij de arme zondaar door de geest des geloofs komt trekken uit de macht des Satans en overbrengt in de zalige gemeenschap van Christus. Hoe doet hij dat dan? Van de groe, dan leidt hij zo'n ziel geheel uit zichzelf. En doet hem als een verloren en machteloze zondaar in ware zielsboetvaardigheid neervallen aan de voeten van de genadetroon. Dus weer, totaal onmogelijk om zalig te worden, totaal verdoemelijk voor God. Daarmee eens worden en je aan de voet van de genadetroon neerwerpen. Hier openbaart de Heilige Geest het kostelijke en dierbare bloed van de Heer Jezus. Als het enige en volkomen middel ten behoud. Dus weer, daar lig je in je totale en aannemen. En zij door dat toevluchtnemende geloof hun harten en verslagen zielen neerwerpen op de enige steenrots, Christus. Dit is, van de groe, het grote werk van de zalige verlossing en bekering van armen, verloren zondaren. Laatste, Kolbrugge. Leefde van 1803 tot 1875, niet zo heel lang geleden. Hij zegt, maar eindelijk, daar slaat het uur. U bent een kind des doods. U bent verloren, u bent vervloekt, schreeuwde de wet en de duivel u in het oor. Dat kan de arme mens van zich proberen af te zetten en het nogmaals beproeven om in de zon en in de wereld te leven, maar hij heeft geen rust meer. Hij kan het proberen weg te drinken, weg te spelen, weg te zingen, weg te dansen, maar het komt terug. Het laat hem niet meer met rust. Daarvoor zijn wijn, romans, danszalen, snarenspel niet genoeg. Goede voornemens baten ook niet. De ijverigste pogingen om vroom en heilig te zijn, gelukken evenmin. Zo'n ziel zoekt iets, maar kan het niet vinden. Hij moet iets hebben om de leegte in zijn hart te vervullen, maar hij weet niet van waar hij het moet halen. Alles veroordeelt hem. Hij leest in de Bijbel, maar het is hem een reuken des doods. En het verwondert hem dat hij niet levend in de afgrond van de hel wegzinkt. Daar verbrijzelt de Almachtige hem het hart. En dan gebeurt het wat Luther zegt, wat Eskine zegt, wat Van de Groe zegt, wat al Gods kinderen ondervinden. De zondaar werpt zich als dood en verloren voor de onzichtbare God neer. Hij spreekt zijn eigen vonnis uit. Hij verdoemt zichzelf en moet God in het recht stellen als hij hem voor eeuwig verwerpt. Zo ligt hij daar in angst en vrees te wachten wat God met hem doen zal. Het is met hem gedaan. Zijn verdoemenis
is een uitgemaakte zaak. Daar ligt hij voor de troon van de heilige en vertorende God. Zou er nog genade zijn voor zo'n ellende? Hij roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar nee, genade, dat waren te groot. Nu eens hoopt hij. Dan is hij weer geestelijk wanhopig. Dat staat Kolbrugge, zalig echter. Hij die zichzelf aanklaagt en God in zijn recht stelt. O, zie eens. Daar gaat de trekking van de Vader hem door de ziel. Door de trekking van de Vader wordt hij door het geloof met Christus verenigd. Een lieflijke vrede, een stille vreugde doorstromen zijn hart, terwijl hij de woorden verneemt. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Of het bloed van Jezus Christus reinigt u van alle zonden. Of bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Hoe nieuw is alles nu geworden? Hoe blij is hij nu? Wat een zoete vrede heeft hij met alles wat om hem is. Hoe duidelijk is hem nu Gods woord? Nu mag hij door het geschonken geloof alles toe-eigenen, alles op zichzelf toepassen wat hij mag lezen in het woord. Daar mag hij het uitroepen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dan zingt hij welgemoed. Jezus laat ik nimmer varen. Dit besluit staat bij mij vast. Niemand kan hem evenaren. Hij ontneemt mij elke last. Hij stelt steeds mijn hart tevreden. Jezus is mijn heil alleen. Hij zegt ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. Ik had nog veel meer moois. Ik had nog veel meer oudvaders. Om het nog wat dichter op elkaar te zetten. En wat langer door te gaan. Maar dit is hoe God werkt. Universeel. Over de hele wereld. Totale verdorvenheid in ons. Het eens worden met Gods recht. Al kijkt hij nooit meer naar u om. Daar te liggen, verloren, voor eeuwig verloren. En het is goed wat God doet, er gaat de hand op je mond. Ik zal niet meer spreken, Heer. Daar openbaart God dat er een mogelijkheid van zalig worden is in zijn Zoon. En dan moet het geloof geschonken worden om deze zaligmaker, deze Christus die ons door de Vader gegeven wordt, te kunnen omhelzen. Te mogen toe-eigenen. Hem tot onze zaligmaker te mogen aannemen. Welnu, mij heeft het verheugd toen ik het las. Omdat bijvoorbeeld Luther snel wordt gezien als evangelisch. Maar bij Luther ging het precies zoals bij ons. Eskine, daar is wel van gezegd, ook door de reformatorische predikanten, dat het eigenlijk Arminiaanse predikers waren. Veel te ruim. Nou, dat is helemaal niet ruim, want het is precies dezelfde bekering. Van de Groe wordt door mensen gebruikt als het summum van zwaarte. Zwaarder dan als je van de Groe, nou, dat praat niet met je hoor, veel te zwaar. Precies hetzelfde. Kolbrugge mocht in heel Nederland niet preken. Precies hetzelfde. Als God in uw leven werkt, dan kent u deze kruispunten, kent u deze kernzaak. Als u dat niet kent, en u heeft wel een hele bekering, dan is het niet van God. Dat is mijn allergrootste zorg. Mijn allergrootste zorg is dat we zo ver zijn gegaan in het beschrijven en in het vergeestelijken van Bijbelse geschiedenissen, dat we vandaag de dag, en ik scheld niet, moet u niet denken, ik wil niemand pijn doen, niemand verwijten maken. Maar vandaag de dag zijn we bijna zover dat we buiten Christus, zonder het met Gods recht eens te hoeven worden, zonder onze schuld te kennen, zalig kunnen zijn. Nou, dat kende Luther niet, Eskine niet, Van de Groe niet, Kolbrugge niet en niemand niet. Dat is naar mijn idee, mijn stellige overtuiging,
Een leer uit de hel. Door de duivel uitgedacht om ons zo te laten filosoferen over hoe God werkt, dat je uiteindelijk zonder Christus, zonder wezenlijke bevinding, in de hemel komt vallen. Ik zal me verder inhouden. Ik hoop dat u voelt dat we dus één zijn met onze voorvader. En als u dit nou meeneemt en dit ook kunt verwerken en dit een plek kunt geven, dan kunt u ook die oudvaders beter lezen. Er zijn mensen, ja, ik lees geen oudvaders, want veel te evangelisch of veel te dit, veel te dat, veel te zus, van alles. Maar we begrijpen ze gewoon vaak niet goed. Want in de kernzaken, de wezenlijkheden, gaat het over precies hetzelfde. Laten we eindigen. Heere almachtige, heilige God in de hemel. Wat een wonder. Dat u alle eeuwen lang al zoveel arbeid ten koste legt aan zondaarszielen. Wat een wonder dat u Luther uit het werk gezet hebt. Dat u hem overtuigd hebt dat niet één van zijn werken genoegzaam was om voor u te kunnen bestaan. Wat een wonder, Heere. Dat u vandaag de dag nog altijd zondaren overtuigt, zodat ze het met u eens worden. Wat een zalig plekje daar onder het heilig recht waar de ziel niet meer vecht. Waar we het eens mogen zijn met u. Waar u nooit meer het verkeerd kunt doen. Nooit meer onrecht kunt doen. Daar. Daar wordt verloren gaan. Niet toegestaan. Daar wordt uw lieve zoon geopenbaard. Daar wordt uw lieve zoon geschonken. Daar wordt de schuld uit uw boek gedaan. Wat een heerlijke zaak, Heere. Dat hebben onze vaderen ons geleerd. Dat staat in onze catechismus. Dat is het ware geloof. Een stellig weten. En een vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden geschonken is. Niet onbewust toegerekend, niet bij elkaar geconcludeerd, niet aangepraat, maar ontvangen. Geschonken. In een weg van recht en van genade. Heere, wilt u deze zielen daar brengen? En als u het al gedaan hebt, Heer, en het is helemaal ondergesneeuwd in alle verwarring van onze dagen, wilt u dan zelf licht geven over uw eigen werk? Wilt u dan zelf geven dat wij, als wij in de vrijheid der kinderen Gods gezet zijn, al gelooft niemand het, dat wij daar dan in mogen staan? Maar Heer, als wij staan op een vrijheid die wij onszelf hebben aangemeten, die wij van u niet hebben ontvangen. Als wij menen dat wij met onze eigen werken, met onze eigen vroomheid, met al onze gerechtigheden u wel kunnen bewegen. O Heere, neem ze ons af. Schud ons uit. Werp ons in het stof. Openbaar ons hoe wij half dood liggen. En kom dan langs, Heere. Kom dan langs. Wees dan met innerlijke ontferming over ons bewogen. Schenk dan de olie van uw geest en schenk dan de wijn van uw bloed. Neem ons dan in uw armen. Draag ons dan in uw kerk. En kom dan snel terug, Heer Jezus. Kom haastiglijk en neem ons tot u. Zodat we straks eeuwig bij u mogen zijn. Vergeef al het zondige. Geef de Satan geen plaats, om Jezus wil. Amen.